Zijn er mensen hier die mijn lezing voor het eerst meemaken? Oké, want er zijn er mensen die het al eerder hebben meegemaakt. Oké, mooi. In ieder geval is het zo dat hier in Suriname, u zal het vast wel weten, als je de mensen zegt 6:30, dan zijn ze daar tegen 7:30. Maar daar gaan we nu onderuit komen. Maar niet erg, als het maar gezellig wordt vanavond. Ik ga u in ieder geval in het kort wat vertellen over numerologie, zodat u ook een beter beeld hebt. Want er zijn mensen die horen numerologie. Ik denk het zal wel. Maar inderdaad, als je mij 20 jaar geleden zou vertellen over numerologie, dan zou ik ook denken, die is gek. Die heeft hulp nodig volgens mij. Maar ja, hoe het is gekomen, ik weet het niet. Maar ik had een gave. Ik denk dat ik een gave heb. Want ik zag op een gegeven moment, 20 jaar geleden, zag ik cijfers. Overal om me heen dezelfde cijfers. Dat ik dacht van, is het een boodschap? Maar dat begreep ik toen niet natuurlijk. Maar naarmate de tijd vorderde, maakte ik wel van die gekke dingen mee. En toen ben ik gaan beseffen, van dit is volgens mij meer dan dat ik zelf zou durven denken. Zo had ik, ik kwam een keer uit de nachtdienst in Nederland. Ik was politieman. En je weet, als je uit de nachtdienst komt, dan ben je vaak nog een beetje loom. Hè? En ik zat gewoon naar de tv te kijken. En ik had het idee dat ik in gesprek was met iemand die was overleden in Suriname. Dat idee had ik. En die man die vertelde mij, die zegt, joh, luister eens, ja, jij bent de enige die me kan helpen. En ja, ik ben er niet meer, maar ik zie dat mijn vrouw die gaat er onderuit. Ze kan het niet tegen. En heel verhaal. Het ging niet goed met zijn vrouw. Maar ik zei weer aan hem, zeg, ja, mooi verhaal, maar hoe moet ik dat nou doen? En toen zegt hij, ja, ik had die vraag wel verwacht. Je moet mijn dochter zeggen dat mijn scheerspullen liggen bij haar op de kast. Ik zeg, oké. Okay. Ik denk, nou, ik ken die hele dochter niet. Dus, maar toen was het over. Nou, ik zat naar tv, maar de telefoon ging. En ik nam op. En ik zeg, ja, maar met wie spreek ik dan? En toen bleek dat de dochter van die man te zijn. Maar ik zeg, maar hoe kom je erbij om mij te bellen dan? Ze zegt, ja, gekkie. Je weet toch in Suriname, we waren toch buren toen er... Ja, maar dat is 30 jaar geleden. Maar hoe kom je bij om mij te bellen? Dan zeg ik, ja, ik was bezig met mijn telefoonnummers en ik zag het. Ik dacht, hey, zou deze man nog in Suriname of hier in Nederland zijn? Maar toen dacht ik, heb ik werkelijk gesproken met die man? Gelukkig zat hij niet naast me. Dus, ik zeg, maar luister eens, kan je wat voor me doen dan? Ze zegt, nou, dat ligt eraan. Ik zeg, kijk op de klerenkast of die scheerspullen van je vader daar. Zeg, ja, je bent net zo gek gebleven. Zeg. Ik zeg, ja, dat denk ik ook. Maar kijk toch maar even. Nee, dat kan niet. Mijn vader is in Mauritius overleden. Toen dacht ik, ja, dat kan het dus zeker niet. Maar ik zeg, maar kijk toch maar even. Nou, is goed, zegt ze. En ze kwam hevend aan de telefoon en ik zeg, maar hoe weet jij dat dan? Huh? Ze zegt, ja, die spullen liggen hier. Maar ik zou echt niet weten wanneer hij dat gedaan zou hebben. Dus, en toen had ik zoiets van, hé, heb ik er verteld? Ik zei, weet je, ik heb het gevoel dat ik heb gesproken met je vader, want hij heeft mij verteld. Dus hij zei, echt waar? Ik zeg, ja, je moeder heeft toch dit en dit. Toen zegt ze, huh? Dat is vreemd. Ja, dus, en toen zei ze, nou, ik ga gelijk mijn moeder bellen hoor, maak je niet terug. Ik zei, oké, is goed. Zeg haar, je vader maakt het goed, hij is bij zijn zus. Want zijn zus is ook overleden. Oh my god, heeft hij dat ook verteld? Dus, en toen had ik zoiets van, hé, volgens mij heb ik iets meer dan ik zelf zou vermoeden. En zo ben ik, in het systeem bij ons, ben ik gaan zoeken naar alle ernstige gevallen. Zelfmoord, relatieprobleem, dat soort dingen. En mijn oog viel iedere keer op die cijfers, huisnummer. Op een gegeven moment was ik zover dat ik, als ik huisnummer zag, wist ik al, als ik zijn datum zou optellen, zou ik op zo'n nummer uitkomen. En dat bleek inderdaad zo te zijn. Dus dat ding was zo spannend.
Ik ga je zeggen hoor, ik begin niet te waarschuwen. Begin niet echt met numerologie, want je wil nooit meer stoppen. Dat ding is verschrikkelijk fascinerend. Als je ziet wat cijfers in ons leven doet, dan heb je nooit bij stilgestaan. En daarom heb ik gezegd, weet je, ik vind dit zo bijzonder, dat ik vind dat ik het moet delen met zoveel mogelijk mensen. Ze moeten het ook weten. Dus mag ik heel even, alsjeblieft? Ik had niet gedacht om het uit te doen. Ah, sorry, was een grapje. Ze had al neergelegd, daarom kon ik dat zeggen. Nee, maar mensen, weet je waarom? Ik heb gezegd, het is goed dat jullie ook allemaal weten wat die cijfers doen. Want ik ga u zeggen, ik ben dagelijks bezig. Ik heb dagelijks mensen bij me. En die mensen komen. En dan zeg ik, luister, ik wil niet weten wat het probleem is. Dat weten ze allemaal die bij mij geweest zijn. Ik wil niet weten wat het probleem is. Ik wil je geboortedatum weten. En dan ga ik die geboortedatum optellen en dan maak ik mijn analyse. Zeg ik, nou, die heeft dit probleem, die heeft dat probleem. En ze denken, verdorie, het lijkt alsof die man thuis bij ons woont, joh. Zo leuk is het, joh. En je gaat het dadelijk zelf zien. Dus, daarom is het goed, numerologie moet bekend zijn in Suriname. Want ik ga je zeggen, het is ook bekend in India. In India zijn er scholen die numerologie doseren. Maar het is leuker, omdat ik heb een keer, ben ik in mijn enthousiasme, heb ik gereageerd op een vraag van iemand in het programma van Numerology India, zoiets. En dan heb ik mijn vraag gesteld. Ze zei, maar luister eens, hebben jullie rekening gehouden met je huisenergie? Hebben ze me geblokt? Volgens mij hebben ze geen huizen daar of zo, ik weet het niet. Maar ze kennen geen huisenergie. Dus ik denk, oké, nou dan niet. Of het was concurrentie. Dat kan. Maar mensen, ik wil u in ieder geval al vragen. Nu hou ik u een klein beetje bezig hoor, met de verhalen, zodat u weet hoe ik eraan kom. Omdat we wachten nog even. Ik weet dat er nog mensen moeten komen. Ze hadden me gebeld. Maar ik ga niet te lang wachten. Ik had ze gezegd uiterlijk 7:15. Dus als ze daar niet zijn, dan gaan we gewoon beginnen. Is goed? Ja. Jullie kijken toch niet boos, Meta? Nee. Oh nee, valt mee. Oké. Okay. Oh ja, even naar mijn speakblaadjes even kijken. Ja, thank you. Dames en heren, sorry. Ik maak er nu gelijk van de gelegenheid gebruik om deze man te zien. Deze man is Sunil Kanhai. Ik ga u zeggen, ik heb respect voor die man. Hij is mijn numerologie fan. Hij is mijn fan. En wat ik trouwens zo leuk vind van deze man is dat hij mij gewoon belt. Hij zegt, hey, luister eens, ik vind echt dat die mensen van Domburg moeten dit hebben meegemaakt. Ik zeg, ja, het zal wel, maar ik ga niet organiseren. Hij zegt, mag ik het doen? Ik zeg, tuurlijk. En hij heeft alles georganiseerd en weet je, iedereen, die konden het zo meemaken. Dat doe je toch graag voor zo iemand? Dus vandaar dat ik zeg, deze man, als hij hoort, ik heb hem nu gezegd, Sunil. Ik vind dat het tijd is voor een numerologie-presentatie, hoor. Zeg maar wanneer. Ik zeg, nou, donderdag. Hij stuurt me gelijk een post. Had hij zelf gemaakt. Numerologie-lezing. Ik denk, wat is dit nou? Dus dat is leuk. Dus Sunil gaat me vanavond een beetje assisteren, indien nodig. Maar dan weet je in ieder geval wie hij is. Yes? Ik wil jullie niet laten schrikken. Maar ik heb een stopcontact meegenomen. Ik heb een draadje. En ik heb een tweedehandse. Breker. Breker toch? Ja, een breker. En dan zul je je afvragen, wat gaat hij daar nou mee doen? Maar dat ga ik dadelijk laten zien. Maar ik wil even eerst nu een aantal afspraken met jullie maken.
Omdat ik weet hoe het gaat. Het is mijn 56e lezing. En ik weet hoe het gaat. Eerste half uur, iedereen stil. Ze zijn zo braaf, ze luisteren. Maar na een half uur, als ze alles herkennen, oh God. Dus daarom heb ik ook mijn tissue meegenomen. Als er mensen zijn die 10 keer dezelfde vraag stellen, dan ga ik huilen. Dus heb ik mijn tissues al. Ik wil jullie vragen om, stel dat jullie vragen hebben, laten we één ding goed afspreken. Eerst je vinger opsteken. Is dat goed? Het enige waar je op moet letten is welke vinger. Want als je de verkeerde vinger opsteekt, hoor. Ja, dus daar moet je wel op letten, toch? Oké. Als jullie na vanavond mensen gaan vertellen over die lezing, hoe geweldig het was en hoe leuk het was en hoeveel jullie geleerd hebben, zeg ze eerlijk waar, die man moet je gewoon aanspreken met meneer Rabin of zo. En dan dat je ja, met Rabin. Ja, dag dokter. Hallo, met Rabin. Ja, dokter Pandey. Ik zeg, wanneer hebben ze nou gehoord dat ik dokter ben? Andere keer, met Rabin, goedenavond. Pandey, die Ramaran. Oh. Hi boy. Dus weet je, ik heb zoveel titels gehad tegenwoordig. Ik kan ze zelf niet meer onthouden hoor. Maar mensen, luister, wat we gaan doen. Dus ik heb aantekeningen gemaakt, maar volgens mij is het omgekeerd, boy. Oh ja, ik moet mijn boekje omdraaien. Oké. Kijk, ik ga je simpel iets wijzen van numerologie. De mensen die al geweest zijn eerder, die weten het, maar heel simpel. Kijk, om maar een voorbeeld te geven. 4 augustus 1961. Jullie weten toch wie dat is? Wie die meneer is? Jullie weten niet. Kijk me niet zo vragend aan hoor, dat is Barack Obama toch. Oké, ik ga je dadelijk alles uitleggen hoe je het moet rekenen, maar dit is even een klein voorbeeldje. Als ik zou tellen, dan is het 4 plus 8 is 12, 13, 22, 28, 29, toch? En 2 en 9 is 11, toch? Dus Barack Obama is een 11 persoon. Hij is gekozen, dit is zijn geboortedatum natuurlijk, maar hij is gekozen in 2008, toch? Was hij gekozen? In 2008 was hij voor het eerst gekozen. Als je gaat kijken, welke tijd was 2008 voor hem? Dus de 4 en 8 is 12, 14 en 8 is 22. En hij was de 44ste president. Dus je ziet eigenlijk dat je met je geboortedatum, kan je ook gaan kijken hoe gunstig is mijn tijd, moet ik wel ondernemen, moet ik niet ondernemen. Allemaal, het staat in je datum. Je datum is je handleiding. Oké. Dus dat is maar even een klein, simpel voorbeeldje. Mensen, luister. Deze avond heeft 3 fases. 1. Je moet zelf je geboortecijfer gaan uitrekenen. Geboortecijfer, omdat we de rest van de avond gaan we werken met uw geboortecijfer. Zal ik u uitleggen hoe je je geboortedatum uitrekent? En probeer ook van al die mensen thuis ook direct hun geboortedatum op te schrijven. Want dan kun je dat direct uitrekenen, toch? En dan ga je ook kunnen zien dadelijk, van nou, die gaat wel met die en die niet met die. Snap je? Dus dat is juist leuk. Dus dan kun je ook van hun direct nakijken. Dan kun je ook het gedrag gaan controleren wat ik zeg. Ja? Oké. Dus laten we als geboortedatum nemen. 7. Oh, sorry. Even. Kleine correctie. Kleine correctie. Zijn er mensen hier wiens geboortedatum... Is er iemand die een pen nodig heeft? Is er iemand die een pen nodig heeft? Nee? Oké. Mensen, vraag. Zijn er mensen hier wiens geboortedatum begint met 28?
Uw datum begint met 28. Oké, mooi. Zijn er mensen hier wiens datum begint met 19? Daarachter. Onthoud dat. Zijn er mensen wiens datum begint met 10? Mooi. 28 en 10. En jullie zitten naast elkaar. Ik bemoei niet. Kom dadelijk, wacht hier. Zijn er mensen wiens datum begint met 11? 11? Nee? 29? Iemands datum die begint met 29? Niet? Oké, mooi. Dus die mensen die ik net genoemd heb, dus de datum begint met 19, 28, 10, 11, 29. Die mensen. Wil ik even vragen om even op te letten. Goed? Laten we zeggen, uw datum begint met 28. 28, 3, 19, laat me zien. Nou, 95. Oké. Dus uw datum begint met 28. Dan gaat u, 2 en 8 is 10. Dus dit is 10. Dan gaat u, plus 3 is 13. 14, 23, 32, 37. Zie je? Duidelijk? Ja, duidelijk? Oké. Als uw datum begint met 29, laten we zeggen 29, 5, 1987. 29. Dat was, iemand was er toch? Datum begint met 9, ja. 2 en 9 is 11. Yes? Oké, dan gaat u doortellen. 11 plus 5, 16. Plus 10, 26. Plus 15, 41. Is dat duidelijk? Als ik te snel ben, moet ik zeggen, want dit is echt belangrijk. Dat is de basis om straks verder te gaan. Dus, u weet nu hoe het moet? Oké. Als uw datum begint met 10, bijvoorbeeld 10 februari, nog wat, dan die 10 blijft zo. 10 plus 2, plus 1, plus 9, en zo ga je verder. Duidelijk? Oké, mooi. Als jullie nu even proberen je geboortedatum nu op te tellen. En dan, als u vragen heeft, kunt u ze gewoon stellen. Jullie hebben een pen nodig? Je hebt eentje nodig? Dan ga zelf in zijn auto nog. Man. Ja, doe maar. Oké, ja, doe maar. Je hebt je hebt tijd, 2 minuten. Ja, want weet je wat het probleem is? Hij is niet zo lang toch? Oké, zijn er vragen? Zijn er mensen die zeggen van nou, ik kom er nog niet uit? Ja, tuurlijk. Oké, sorry. U zegt, u bent de 22e geboren. Op de 22e. Dus? Nee, wat staat in uw paspoort? Nou, dan moet u dat hanteren. Ja, 23. Maar ik kan dadelijk wel controleren of het toch nog die 22 moet zijn, hoor. Dus maar voorlopig hanteer je wat in je paspoort staat. Yes? Ja? Zijn we er? Zijn er vragen tot zover? Natuurlijk. Ja, klopt. Nee, dat is 1 plus 1. Ja, alleen de voorste, dus die 2 cijfers, daar moet je wel tot 11, je mag niet lager.
Maar de rest is allemaal 1 op 1. Is 1 plus 1, ja, klopt. Yes? Oké. Ja, allemaal uitgerekend. Zijn er nog vragen daarover? Je mag het nu nog stellen, maar dadelijk heb ik een probleem. Yes? Geen vragen dus. Zo, dus jullie hebben het allemaal goed gedaan. Ik proef op de som. Mevrouw hier in het zwart, wanneer bent u geboren? Trouwens, laat me één afspraak maken, nou, alsjeblieft. Kijk, ik zie het op mijn lezing, zie ik het altijd zo dat we zijn gewoon één. Toch? Begrijp je? Dus het moet niet zo zijn van, nee, ze luisteren mee. En dan wanneer je gaat, John, buurman, John, kom hier. Ik ga naar lezing, toch? Dat buurvrouw bij dat bij, toch? Noma, laat het niet doen. Je weet toch, we zijn één hier. Oké, wanneer bent u geboren? 22,568. En hoeveel komt u uit? Hoeveel? Gaan we testen. Mevrouw is 22,5,1968. En zij zegt, ik kom uit op 33. 4, 9, 19 plus 14. Helemaal goed, zeg. Goed gedaan. Heeft u de mensen thuis ook al uitgerekend? Waarom niet? Is toch leuk? Dan schrijft u die mensen ook hun geboortedatum. Dan tel je het ook direct nog. Want dadelijk, als ik ga vertellen, dat is van de 1 tot aan de 33. Dan kunt u thuis zien, oh, daarom is die, snap je? Dat is juist leuk. Ja? Vind je het erg dat ik dit gedaan heb? Niet toch? Oké, mooi. Oké, zijn er mensen die vragen hebben? Geen vragen? Nee? Oké. Dus, als u nou hebt opgeteld en u komt op 33, dan mag je dat niet optellen. Dus het blijft 33. Yes? Als je hier op een dubbele cijfer uitkomt, dan blijft het zo. Als je op 29 uitkomt, dan is het 11. Ja? Goed? Als je op 38 uitkomt, is het dus 11. Kom je op 28 uit, dan is het 10 en dat is dus 1, want 0 heeft geen energie. Als je, kan je volgen? Gaat te snel? Zeg het maar. Nee, als je op een 11 uitkomt, een 29. Nee, nee, niet optellen. 29, dan tel je op. 9 en 2 is 11. En dat laat je zo. Dus je mag 11 niet. Als je op 11 uitkomt. 29, dat is dan 11. 2 en 9. Maar dan mag je niet 1 en 1 is 2. Dat kan niet. Dus dat blijft 11 dan. Juist, precies. Dubbele cijfers worden niet opgeteld. Ja? Zijn er nog vragen? Nee? Oké. Dus jullie hebben het allemaal goed gedaan? Volgens jou nog? Is goed, ik ga kijken. Als je op 28 uitkomt, als je op 28 uitkomt, opgeteld, dan is het 10 en dat is 1. Duidelijk? Oké. Alleen als je op een dubbele cijfer uitkomt, dan niet tellen. En 29 is 11, precies zo laten. 38 ook laten. Dus, ja? Duidelijk? Oké. De andere mensen, hebben jullie dat van thuis, de mensen thuis, ook opgeteld? Niet. Je kent het niet uit het hoofd. Is niet je vrouw, toch? Want... Oh, en dat vooruit dat jongen. Dus je kent mijn geboortedatum niet. Daarom neem ik iets cadeau nooit. Oké. Goed. Mensen. Wie zijn de één persoon? Wie komt er op één uit?
of één. Alleen, jullie komen op één uit, opgeteld één. Oh, dus daar is het één, toch? Ja, klopt. Ja, toch? Oké, dus jullie horen vaak hoe koppig je bent, toch? Oké. Oh, je hoort niet vaak, nou, is goed, ik bemoei niet. Ja, eigenwijs genoeg om je doel te bereiken. Dat is wat anders, hè? Maar als je boos bent, dan zeg je, je bent koppig hoor. Maar het is eigenlijk eigenwijs genoeg om je doel te bereiken. Als je het in je hoofd hebt gezet, aan een motto. Oké. Wie is de twee? Twee personen. Niet, hè? Oké, de drie. De drie personen. Oké, kennen jullie jezelf? Je hebt mijn boek gelezen, dus wacht eens even. Dus je bent, ja... Daar kan ik mijn grap niet meer maken, toch? Oké, nee, ja, niet erg. Wie zijn de drie personen? De drie, drie. Oké, dame, bent u met uw moeder hier? Ja? U bent met uw moeder, hè? Waar? Oh, jij ook? Ja, maar je weet het al, toch? Je moet 10 keer anders zeggen. Wanneer ga je het doen? Ja! Ja, ik doe, ja, maar ik ga het doen, toch? Ja, maar ik zeg ja, 10 keer, maar je doet het niet. Ja, maar is niet erg, hè? Maar dat is niet erg. Maar ik weet waarom. Omdat jullie je organisatievermogen is hoog. Jullie kunnen in 5 minuten het werk doen van bijna 3 uur. Dus daarom stel je het zoveel mogelijk uit. Want jullie vinden, de drie personen, die vinden het een uitdaging om het in zo'n kort mogelijke tijd dat toch te doen. Dus eigenlijk is het juist goed dat je zo bent. Dus ik zeg het alleen maar dat je nu geen ruzie krijgt met je moeder, snap je? Ja toch. Wie is de vier persoon? Oh, trouwens, stop. De drie. Ik ga jullie een advies geven. Jullie organisatievermogen is zo hoog, toch? Dat jullie beginnen te rekenen op een wonder. Je weet dat het niet gaat lukken, maar toch je go. Dan wanneer het niet gaat, dan zeg je, zie je wel, ik wist het. Ja, tuurlijk, je wist het. Dus, niet op wonderen rekenen. Je gevoel volgen, je gevoel zeg je, hey, doe het niet, moet je het gewoon niet doen, klaar. Ja? En dat ga je spijt krijgen hoor. Wie is de vier persoon? De vier. Even kijken, de vier. De vier. En daar. Oh, hier ook nog, ja. Alle twee. De vier personen. Huh? Oh, vier. En u bent moeder van haar? Of ze of vriendin? Huh? Collega's nog? En jij bent de vier, zij is de drie. Oké, zij is organisatie, dat is goed. Maar die vier wil alles controleren, jongen. Oh God. Die vier doet alles liever zelf, want dan weten ze zeker dat het goed is, toch? Ja. Maar, vier personen, er is iets bijzonders hè, met jullie, hè? Ja, er is iets bijzonders. Wie zijn de vier personen? Nog eentje. Er is iets bijzonders met jullie, hè? En dat weten jullie niet. Maar, ik ga het vertellen. Ga bij jezelf te raden. Dan zal je zien, je hebt heel veel mensen geholpen. En iedere keer zijn die mensen ondankbaar geweest naar jou toe. Wel, ik ga je 1 ding zeggen. Die mensen die ondankbaar zijn geweest naar de vier... Omdat, terwijl je geholpen hebt, hè? Maar ze zijn ondankbaar geweest, toch? Je kan gaan kijken, ze gaan nooit meer vooruit. Ze gaan niet vooruit. Want de natuur beschermt de vier personen. De natuur beschermt de vier personen. Dus, onderschat het niet. Je hoeft niemand uit te schelden. Want ik ga je zeggen, de natuur doet dat voor je, hoor. En, maar waarom? Waarom doet de natuur dat nou voor de vier personen? Weten jullie dat? Niet, no?
De natuur gebruikt de vier persoon om die karma van anderen te realiseren. De natuur gebruikt de vier persoon om die karma te realiseren die anderen moeten krijgen. Ga je laten zien. Even hoor. Kijk. Als ik nou... Als ik nou... Als ik dat opschrijf. Ja? En je zou dus gaan kijken naar die letters, welke cijfers ze zijn. Dan is het 11, 1, 18, 13. 11, 1, 18, 13, 1. 11 plus 1 is 12. Plus 18 is 30. 43. 44. Omdat de natuur de vier persoon gebruikt. Dus je krijgt het dubbel terug hoor van de natuur. Die beschermt jou. Snap je? Dus eigenlijk de mensen die negatief of slecht zijn geweest van jou, moet je gewoon laten. Snap je? De vier, ik kan u zeggen, de vier zijn bijzondere mensen. Alleen, ga niet naar een zielige film kijken, want die film is nog niet eens zielig, je zielig kaba. Dus ja. En de vier kijkt naar een film en die begint uit te rekenen van nou, dan zal het zo dus eindigen. Dan liever ga je niet naar een film zonder voor je geld. Die vier wil alles direct weten. Ze kunnen niet wachten. Je moet niet te lang praten met de vier van ja, maar kijk, dan gaan we het zo doen en zo doen. En je weet je, die mensen denken, hou je mond lang, begin alvast. Ze kunnen niet te lang praten, ze zijn doeners. Ze willen doen. Dus te lang praten heeft voor hun echt geen zin. Het is een lijdensweg voor de vier. De vier persoon is heel snel. Als de vier persoon bijvoorbeeld naar de president moet gaan. Een andere zou zeggen, Michael, hey, hallo, is de president. Hoe ga je hem aanspreken? Hoezo, hoe ga ik hem aanspreken? Is toch ook een mens? De vier is, je moet niet met poespas komen. Ze zijn wat dat betreft heel sterk. Ik heb nog nooit meegemaakt, en ik ga u zeggen, ik ben nu 28 jaar bijna hiermee bezig. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een vier persoon klein gekregen is. Dat bestaat niet, dat bestaat niet. Een vier persoon, je hebt problemen, je komt bij die vier. En je gaat je probleem vertellen, je bent op de helft, ze weten al hoe je het moet aanpakken hoor. Ze weten het al. Dus daarom zeg ik, het zijn bijzondere mensen, dus je moet dat weten. Maar, mag ik u vragen, als u het niet erg vindt, welk jaar bent u geboren? 81. Kijk, mag ik uw datum alsjeblieft? 28 februari 1981. Yes? 10, 12, 22, 22, 30, 31. Nog erger. Ja, de natuur beschermt je hoor, vergis je niet. Want die gebruikt het, dus die gebruikt jou om zaken zichtbaar te maken. De natuur gebruikt de vier personen om zaken zichtbaar te maken. Daarom mensen vinden het niet leuk dat je ze aanspreekt, maar als ze nadenken, dan denken ze, boy, die mensen hebben gelijk. Alleen toegeven is moeilijk. Maar, mevrouw, ik ga u zeggen, in feite, 85, vanaf 85 heeft u een moeilijke tijd gehad, maar u was maar 4 jaar, dus u kan het niet weten. 94, daar is een hoop ellende voor u begonnen. Waarom? 13, u bent in een donkere periode geboren. De vier personen, de jaren eindigende op 13, dat zijn eigenlijk jaren waar een slechte periode begint. Dus met andere woorden, in haar geval, ze is 81, dus de eerstvolgende 13 is 85. Oké, maar ze was nog jong.
94, daar begon ook ellende. Maar dan krijg je 04, 2004. Dus daar begon het wel te lopen. Van 2004 zag je al vooruitgang. Tot en met 2012. Want dan krijg je 2013. Dan begon weer die ellende. Ja, en dan gaat het door. 2017 kan het zijn dat je een climax hebt. Maar ik ga je het goede nieuws vertellen. Al de vier personen, ik ga jullie het goede nieuws nu vertellen. Uw echte leven is begonnen in 2022. Voor de vier personen. Uw echte leven is begonnen in 2022. Daar bent u in het licht gekomen van Venus. U bent in het donker geboren, omdat Mars ertussen zat. Maar dat is nu geschoven. 2022 bent u in het licht gekomen. Toch? Dus van 22 tot 47 is een goede periode voor jullie. Natuurlijk, iedereen maakt dingetjes mee. Maar u bent wel in het licht. Dus er komen heel veel mogelijkheden op uw pad, hoor. Maar vergis je niet. Ik ga u iets vertellen, even kort. En dat is... laat me zien, dit laat ik even zo staan. Ja, ik ga een beetje lang door op die vier, omdat die vier heeft bijzondere dingen erin. Hè? Dus vandaar dat ik even doorga. Kijk, als je de onafhankelijkheidsdatum van Suriname... ...31. Dus Suriname heeft moeilijke tijden gehad. 1976, 1985, 1994, 94. En dan in 2004, toen ging het alweer. Toen begon het eigenlijk. Maar men heeft verzuimd daar hun actie te ondernemen. Dus men heeft het laten liggen. En daardoor zijn we vanaf 2004 ging het wel naar 2012. Maar daarna, dan kregen we 2013. Ja, en dan ging alles weer naar beneden. Met uiteindelijk 2017 als climax. Maar dan komt Suriname uiteindelijk in 2022. Dus als Chan nou praat over licht in de tunnel, dan heeft volgens mij naar die sessie. Want hij is constant over licht. Wel, hij is nu, Suriname, is in het licht gekomen sinds 2022. Als de overgang er is, heb je altijd een periode van ongeveer 2 jaar. Altijd. Bij de mensen ook, hoor. Wel, dus ik verwacht dat het eind dit jaar moeten er goede dingen gebeuren. Dus we zullen het zien. Maar ik laat het even als even tussendoor zien. Oké. Wie is de 5 persoon? U bent 5 persoon. Is uw partner hier? Niet? Zes? Oké, nog wel. Nog wel. Ik zeg niks. Hij is single, maar ja. Oh, u bent ook 5. 5. U bent 5. Wie is nog meer 5? Ja, dus eentje, kan je een stukje opschrijven zo? Of misschien daar? Ja toch? Waar is die nu? Schrijf een beetje op. Oké, wie is de 5? De 5 persoon, wie is de 5 persoon? Oh, je wil het niet zeggen, niet toch? Zo net had je vinger opgestoken. En het was nog de goede vinger ook. Oh, je hebt verkeerd verteld. Oké, hoeveel ben je dan? De 4. Maar nu wil iedereen de 4 zijn, ik weet het. De 3. Oh, daarom 10 keer moeten ze jou zeggen. Yeah. Ah, grapje. De 5 persoon. Wie? 5 persoon. Oké. De 5. Ja. Jullie zijn heel erg sociaal. Jullie willen iedereen helpen, begeleiden. Als je een functie hebt waarbij je marketing of medisch of bijvoorbeeld psycholoog of zo. Maar
Als jullie mensen maar kunnen helpen, dan zijn jullie blij. Dat doet jullie goed. Toch? De vijf persoon, jullie zijn altijd bereid om mensen te helpen. En dat is goed. Maar als jullie een besluit moeten nemen voor jezelf. Zoals een moeilijke pira. Want dan durf je niet. Dan ga je die andere vragen. Maar wat denk jij dan zelf? Of wat denk jij dan zelf? Besluiten. Je gevoel is goed, hè? Je gevoel, je weet het. Je weet precies hoe je het moet doen. Maar dan breng je je gevoel over naar je verstand. En dan ga je twijfelen. En dat moet je nou niet doen. Gewoon je gevoel volgen, dan zal je zien. Het gaat. Ja? Herken je dat? Ja, dat is een onzeker. Jij maakt jezelf onzeker. Je bent niet onzeker. Jij maakt jezelf onzeker. Omdat je gevoel is goed. Maar dan ga je denken van ja, maar moet ik mijn gevoel vertrouwen? Daar maak je jezelf onzeker. Dus gewoon doen. Ja? Maar ga je dadelijk wijzen. Want je hebt een mogelijkheid met je geboortedatum om te kijken van hoe gunstig is mijn tijd. Dus dan kan je het doen. Ja, bij jou ook toch? Also? Oh, jullie zijn beide. Oh, God Christus. Maar het is mooi, jullie kunnen niet met elkaar, maar ook niet zonder elkaar. Maar oei, als iemand kan bemoeien, dan geef je die persoon de schuld, terwijl die de scheidsrechter is. Hè? En dan nemen jullie weer voor elkaar op. Oké, maar, nou is iets leuks. Toch? Want ja, hij is een vijf, zij is een vijf. Wanneer begint jouw datum? Wanneer begint jouw datum? Ah, mooi. Weet je, ik ga je dadelijk wel iets uitgebreider erop in. Maar ik ga je nu iets laten zien. Ik durf, wie is ouder? Deze meneer en deze mevrouw zijn broer en zus. Hij is ouder. Ik weet zeker, als hij nu zijn moeder belt. En die zegt, ma, die man praat hier over jou. Hij heeft gezegd, jij wist niet dat je in de verwachting was van haar. Dan gaat ze zeggen, hoe God, hoe weet die man dat? Want zij wist niet dat ze in de verwachting was van jou. Was niet verwacht. Heb je er ooit gevraagd? Ga thuis, doe je actie. Zeg, meneer heeft gezegd. En waarom? Omdat deze twee weten het niet. Maar ik ga dadelijk uitleggen. Zij waren broer en zus in hun vorig leven al. Dus hij heeft gedwongen dat zij weer bij hem kwam. En daarom wist je moeder niet dat je in de verwachting was. En daarom, als jij te lang wegblijft, begint hij al. Maar, ze zou toch al thuis zijn? Dan waren ze. En dan wanneer je thuis bent, hij zit niet. Ja, maar hij maakt zich druk hoor. Maar hij maakt zich druk om jou hoor. Ik zeg het je. Hij iedere keer, maar, dan waar is ze dan? Want ze zou toch al thuis zijn? Jij zegt er niks. Ja, ik weet. Wie staat hier? Ik heb het verklapt. Ja, alle twee. Maar hij, omdat hij zijn mond niet wil open doen. Maar van binnen. Hij klagen. Wanneer blijft ze dan? Dus, maar het is goed hoor. Het is een zegen voor je moeder. Zeg het, ik heb gezegd. Het is een zegen voor haar. Ja? Oké. Wie is de zes persoon? Zes. U bent de zes? Wie is de dame naast u? Oké, mooi. Ik vind het niet erg toch, dat ik u ga zeggen toch? Want ik vind het leuk van u hoor, echt waar. Nee, echt serieus. U bent de zes. U komt uit op? U komt uit op 15. Uw geboortedatum opgeteld? Dat is wel laag hoor. Wanneer is hij geboren? 2003. 10. Maar werkelijk. Oh. 2003, ja inderdaad. 15, 6.
Maar je lobby aandacht. Mijn gunst. Als je die aandacht niet krijgt. Boy, je kan zo boos worden. Maar is gunstig. Waarom? Aandacht is de motor voor jou om door te gaan. Ik geef je een voorbeeld. Mag ik het zo doen? Mag... Stel, jij komt thuis. Wat voor cijfer bent u? Een 3 en een 6. Oh, dat is gunstig. Stel dat u thuis komt en u bent enthousiast, toch? Want u heeft iets gedaan, iets leuks, iets goeds gedaan. En dan gaat u thuis vertellen van, boei, weet je wat? Wat ik heb gedaan vandaag? Dat. Mevrouw, zorg dat u enthousiast reageert. U moet zeggen, wat? Hé, dat is goed, man. Want dan gaat hij morgen, gaat hij direct mee verder, hè? Want dan is hij in die enthousiasme, toch? Want, maar je moet niet zeggen, ja, is dat alles? Ja, je zal zien. Maar je bent wel sterk. En als jullie twee later getrouwd zijn, dan is hij degene die de besluiten neemt. En u bent degene die het gaat begeleiden. En dan zal je zien, dat moet goed gaan. Omdat u goed kan organiseren en hij is heel snel in het nemen van besluiten. Ja? De 6. Wie is de 6 nog meer? Wie is de 6? Annabe. 7. Wie is de 6? U bent 6. Ik lobby aandacht. Zeg eerlijk. Maar u bent wel 6. Wanneer is uw man geboren? Laten we over hem praten. Hij is er niet, toch? Hoeveel? Eigenwijs, maar ja. Dat komt ook nog. Oh, maar dan weet ik al wie de baas is thuis dan. Maar wel gunstig. Dus, want hij is denker en u bent doener. Als hij u tegenhoudt, gaat u zich niet goed voelen. Ja toch. Hoe ga je dit doen? Maar dan heb je geld om het te doen. Oh God Christus, je kan een pot nemen en die man op zijn hoofd slaan. Maar gelukkig heeft u weinig potten meer in huis, dus ja. Oké, wie is de 7 persoon? Ja, Eva. Oké, maar van het gezin. Nee, dat gaan we straks doen. Laten we eerst al die cijfers doen daarna. Ja? Oké, 7 personen. Wie is dat? Daar, die persoon, die mevrouw, 7. Niet hier? Nee? Oké. 7 personen. Jullie adviezen zijn verschrikkelijk goed. Omdat die adviezen zijn eigenlijk te vergelijken met ingevingen. Soms denk je, maar dan hoe kom ik daarop? Maar u bent zelf, de 7 personen zelf, geen uitvoerder. Dus die gaat het advies geven. En soms voeren mensen het uit en dan denk je, sorry, ik heb het niet op neskartje. Ja, omdat u weet, van ja, u wist wel dat het goed was. Maar stel je eens voor dat u nou een partner heeft die niet wil uitvoeren. Ik had je toch gezegd, maar jij, je kan mijn hele leven praten, maar jij gaat het nooit doen. Dat is leuk. Dus, en na achteraf denk je, liever had ik het zelf gedaan, jongen. Maar als u weer een advies heeft, dan geef je het weer weg. Dus de adviezen zijn zo goed, probeer het uit te voeren. Is uw man is thuis, hè? Wanneer is hij geboren? Laten we over hem kletsen. Hoeveel? Is 29. Oh, Bas. Mikado, Bas. En u bent een 7. Hé, dat is leuk. Want u bent de adviseur en hij neemt geen advies. Oh. Ja, nou, dat gaat behoorlijk botsen, ja. Ja. Ik kan u alleen maar succes wensen. Ja, grapje hoor. Wel, nou precies. Ja, ja, maar dat is. Maar achteraf heeft hij ook spijt, hè? En dan denk je, Sarah, ik heb Jantje te kort, jong. Ja, liever had ik het gedaan. Nou. Oké.
Maar weet u, mevrouw, u bent een 7 persoon, hè? Hij is de 11, toch? U bent een 7. Maar jij kan alles in huis, hè? Je bent net man en vrouw. Want als je hem 1 keer vraagt om iets te maken en hij heeft het niet gedaan, morgen doe je het zelf. Al is het een hamer en zaag, je bent bezig. Ja. En dan denkt die man, ik heb toch gezegd dat ik het zou doen? Ja, als ik op jou wacht, dan ga ik 80 worden. Hey boy. Wie is de 8 persoon? 8. 8. U bent een 8 persoon? Zo? Boy. U bent een 8 persoon, hè? Kan je het niet laten om te controleren, jongen? Constant wil je alles controleren daar in huis. Ja, maar ik kijk alleen. Ja, maar je vertrouwt me niet. Ik vertrouw je wel, maar ik mag niet kijken dan. Maar de 8 personen zijn eigenlijk, afhankelijk van opleidingsmogelijkheden, moeten de 8 personen eigenlijk een titel hebben. Omdat de 8 personen zijn zo leergierig, ze pakken alles aan om kennis op te doen. En daardoor groeit alleen hun kennis. En dat is wel belangrijk. Dus wat dat betreft is een 8 persoon best wel sterk, hoor. En een 8 persoon neemt risico's. En iedere keer redden ze het wel. Dus dat is best wel gunstig. Maar alleen, delegeren, doen ze wel, doen ze. Maar met veel moeite. Van oké, dan doe jij het maar. Maar dan zijn ze begonnen en dan gaan ze meekijken. Van, heeft hij dit wel gedaan? Heeft hij dat? Ah. Ze moeten weten. Liever doen ze alles zelf, want dan weten ze zeker dat het goed is. En dan zegt iemand, toen heb je mijn naam vertrouwen gereka. Hoe ga je taakje laten komen, moet je door. Ja, dat is een 8 persoon nou eenmaal, dat is goed. Wie is de 9? 9 personen. Alleen maar 2 9 personen. Mag ik jullie wat vragen? Maar heel eerlijk moet je het zeggen, boy. Hebben jullie het gevoel alsof je je 300% moet bewijzen ten opzichte van andere mensen? Hebben jullie dat gevoel? En dat je dus, want weet je, jullie zijn bezig constant die wereld te veranderen. Iedereen wil jullie helpen. Want mensen moeten zien hoe lief jullie zijn. Maar jullie zijn toch lief? Wel nou. En dan wanneer je partner zegt, je bent weer bezig met mensen. Ja, jij gaat het natuurlijk nooit doen. Maar eerst je eigen huis. Hoezo mijn eigen huis? Ik ben er toch, dan waarvoor ben jij er? Oh God Christus. Ga lief moet ik hier aan. Weet je, en als ik dan mensen bij me krijg, en dan zeggen ze, meneer, alsjeblieft, u kan zoveel, hè? Kunt u mijn partner, de karakter niet veranderen? Ik zeg, maar jullie begrijpen die mensen niet. Die mensen zijn de 9e planeet. Zij moeten verdedigen. Zodra dat ze ergens komen, was Matakwansani. Zouden ze niet bij me bedoelen. Weet je? Laat die mensen bang, laat ze praten, joh. Doe je ding. Geniet van het leven. Oké, 2 vragen aan jullie. Mag dat? Hebben jullie partners? Oké, ze zijn thuis nog? Mooi, dan kunnen we praten toch. Wanneer heb je partner voor het laatst een compliment gemaakt? Oké, je mag nadenken. En de 2e vraag, wanneer hebben jullie voor het laatst thuis geklaagd? Vanmorgen toch? Ja, nu is dat niet. Ja, maar dat is leuk. Dat is leuk. Je komt net uit de kamer, je komt net uit bed, je komt in de kamer. Waarom heb je dat kopje niet gewassen? En dan denk je, hey, hallo, ben je uitgerust of niet? Oh, jullie zijn beide zussen, 2 negens. Ja, maar jullie kunnen niet met elkaar, maar ook niet zonder elkaar. Maar het mooiste is, wanneer begint uw datum? Oh nee, ik dacht dat ik iets anders eruit ook zou halen. Dat zou leuk zijn. Maar oké, kom dadelijk, gaan we kijken. Kijk, weet je, eigenlijk ben ik al maanden bezig
te gaan kijken van, maar wat is nou eigenlijk het probleem? Want de mensen die met een 9 persoon zijn, hebben allemaal problemen. Want dan komen ze, meneer, maar alsjeblieft, jij kan zoveel. Kan je de karakter niet veranderen? Ik zeg, meneer, luister, maak je niet druk. Ik schrijf gewoon een brief naar de NASA, laat ze die 9e planeet opschuiven. Ja, hoe moet ik het anders doen? Een karakter kan je niet veranderen. Maar ik begrijp het wel. Want die 9e persoon die komt, zij, 9e planeet, hè? 9e planeet, de laatste. Die voelen zich de beschermer van de wereld. En als je beschermer bent, moet je corrigeren. En oei, als ze één dag niks corrigeren. Die dag is niet goed voor ze. Waarom is die pen hier? Ja, maar hier moet het toch liggen? Nee, maar je ziet het, want hier heb ik al schoen gemaakt. Je moet het hier zetten. Hij heeft hier. Weet je, dus. Maar je moet corrigeren. Ja, dus. En die mannen denken, man, praat maar hoor. Ik kom weer in. Snap je? Dus, maar ze begrijpen het niet. De planeetstand bepaalt je karakter. En als dat zegt, je moet verdedigen. Maar jullie zijn leuke mensen, boy. Echt waar. Want hoe als thuis die man tegen je zegt, maar luister, ik wijs je. Kijk, je hebt het zo gedaan. Is toch niet goed? Kijk naar jezelf, man. En jij dan? Denk je, ja, nou, maar ik heb alles laten zien en nu moet ik naar mezelf kijken. Snap je? Maar je moet verdedigen. Hallo. Niemand moet jou komen zeggen dat het niet goed is. Nee. Je bent keeper in het doel. Keeper, laatste in het elftal. Iedereen op het veld mag een fout maken. Het wordt hersteld. Maar jij niet. Dus ze moeten jou niet komen zeggen dat jij fout bent. Je lauw. Die rechter verdediger die zegt, ja maar keeper, wat doe je? Je staat verkeerd toch? Nee, jij staat verkeerd. Maar ik ben toch rechts? Ja nou, dan moet je maar links staan. Ai, maar ja. Ik zeg tegen die mensen, je moet gewoon zeggen, tjorde sarike. Kan je dat? Ja, je moet zeggen, tjorde sarike, klaar. Ja, dat is makkelijker, joh. Oké, wie is de 11 persoon? De 11 persoon, daar en daar en meer niet. 11 personen. Mag ik jullie wat vragen? U was het al, 11? En die mevrouw. Mag ik jullie wat vragen? Maar even eerlijk, hè. Dus ik ga het wel uitleggen, maar ik wil dit even weten. Hoe vaak hebben jullie nou gehoord dat je koppig bent? Elke dag. Thuis. Hebben ze nooit gezegd? En nu? Ze hebben het wel gezegd, hè? Zo. Het lijkt op koppigheid. Omdat jullie extreem hoog zelfstandig zijn. Een koppige die weet dat het niet goed is, maar die gaat toch proberen. Jij niet. Jij weet al hoe je alles moet aanpakken. Jij, als jij begint, ga je aldoende, ga je bijsturen. Dat naar baas. Dus jullie zijn de baas. Begrijp je? En dat is het verschil. Men bestempelt jullie als koppig, terwijl het juist zelfstandig is. Dus laat dat vooral duidelijk zijn. Oké. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld de 22 of de 33. Zijn die er ook bij, 22? 33. Morgen gevallen, morgen hey baas. 33, baas. Ja? Maar, en nu ook, 33, baas. Huh. Maar dat is nou leuk. U bent een 33. En uw partner? Heeft u dat ook uitgerekend? Niet. Oh, niet. Oké. Okay. Ja, maar kom. We gaan dadelijk kijken. Heeft u een partner thuis? Meneer, heeft u een partner thuis? Wat is het met jullie 33 allemaal? Wacht even. Nou moet ik verder zoeken. Want dat was een blokkade toch? Ja, maar oké. Okay. We gaan dadelijk zo meteen. Huh? Wie? Hey. Hij is een 4. En jij bent een 33. Zal ik je iets vertellen, maar je moet hem niet zeggen dat ik heb gezegd hoor. Huh? Als je wil, laat hij alles voor je doen. Toch? Moet je rustig praten. Je moet zeggen, moon.
Mun kay kay na tayo sa madwela mun. Ako na tiyan, mun he says, Emers ko numa, ay bakit ta dwela ya? Malat meet a beach of commando dere sa tayo. Ako na salam dun. Je moet vier personen, als je wil dat ze alles doen, moet je rustig praten. Je moet slijmen, toch? Je weet, yes. Ja. Moon, kan je me helpen, Moon? Ja. Natuurlijk, schat. Nee, ze gaat nooit schat zeggen, sorry. Nooit. En als de partner zegt, je zegt nooit dat je van me houdt. Maar als ik het zeg en ik hou niet van je, wat dan? Dan laat maar. Maar ze willen het niet zeggen. Mikado. Een vier persoon gaat naar de stad, die loopt langs die winkels en die ziet iets leuks. Dan denkt, mijn partner zou dit wel goed vinden. Hij bij hem. Dan komen ze thuis. Ik ga het nog geheim houden, want hij is over 3 dagen ga ik hem geven, dat is een jarig toch. Nooit. Ze houden het niet die 3 dagen vol. Want dan gaan ze hebben het thuis in de kast gezet. Dan gaan ze zitten toch, met die man toch, die man zit. Maar nu denken ze, ja, maar hij mag niet eten. Maar dan gaan ze zulke vragen stellen, dat die man eigenlijk al vermoedt van, volgens mij is er zoiets gekocht. De normaal hoor geheim. Je gaat naar die 4 personen, dan zeg je, ik ga je wat zeggen, maar je moet niemand zeggen hoor. Niemand. Dus weet je wat is gebeurd, dat toch? Ja, yes. Hou het voor jezelf. Ja. 5 minuten later, de mito aan mijn emoji. Je was aan mijn noem tegen ons, maar ja. De normaal hoor geheim. Oké. 22 en 33. Ik heb jullie al gesproken net als de 11. Ja, zegt het maar. Oh. Dus dat is mooi. Want de ene is extreem hoog zelfstandig en de andere is koppig. Die ene is koppig, die andere is zelfstandig. Maar het mooie is, dat gaat die koppige gaat aan die zelfstandige zeggen dat zij koppig is. Nou, daar heb je een probleem, ja. Dus, daar kom ik dadelijk op. Zo, want dat wil ik even weten. Oké, mensen luister. Dat zijn karakters. Dus je ziet het, van alle cijfers, er zit verschil in. Er zijn belangrijke dingen waar je rekening mee moet houden, om dus relatieproblemen te voorkomen. Maar, kijk, als je, niemand kan mij eigenlijk wijsmaken dat een relatie is uitgegaan op basis van karakterverschillen. Dat geloof ik niet, persoonlijk. Men verklaart het zo. Men geeft een verklaring. Als mensen bij mij komen met hun relatieproblemen, maak ik 1 fout nooit. Ik zeg nooit, wat is volgens jou het probleem? Dan ben ik tot 5 uur bezig. En dan vraag ik aan die andere, wat is volgens jou het probleem? Dan ben ik tot 10 uur 's avonds bezig. Maar dan ben ik op hetzelfde punt, want die wijst naar die en die wijst naar die. Zo, dus daar begin ik nooit aan. Ik ga altijd kijken naar andere redenen die kunnen leiden tot. En wanneer ik ze daarmee confronteer, werkelijk jongen, is sinds dat we daar zijn gaan wonen, no? Zo, de energie van dat huis. Oké, dat was de meest eenvoudige fase wat we nu hebben gehad. Yes, hebben jullie al wat van geleerd? Oké, want ik ga je zeggen, de volgende fase wordt veel moeilijker. Dus we goed opletten. Je vragen stellen. Alleen als bijvoorbeeld iemand een vraag stelt, probeer ook te luisteren naar en de vraag en de antwoord. Toch? Want dan kan je ook zeggen van, hey, maar dat klopt ook bij mij. Want anders ga je steeds weer dezelfde vraag stellen en dan gaan we elkaar ophouden. En dat moeten we vooral niet hebben. Oké. Ik heb wat spullen meegenomen. Een stopcontact. Yes? U weet allemaal wat dit is, toch? Oké. U weet allemaal wat dit draadje is? Ja, toch? Jullie zijn, hoeven geen elektricien te zijn om het te weten, hoor. Maar jullie weten het wel. Weten jullie ook wat dit is?
breaker. Oké. Zo nu. Maar nou moet je dit voor me houden. Want ik moet eigenlijk uitleggen. Nee, je kan daar wel staan. Luister nou. Luister. Mensen. Een stopcontact. Maar je moet niet lachen, want het is eigenlijk om het makkelijker uit te leggen hoor. Moet je vergelijken met jezelf. Oké, gewoon even voorlopig zo. Je moet vergelijken met jezelf. Dit moet je vergelijken, dat draadje, met een storing op jou. Een storing. Stel, je stopcontact is aangesloten. En ik zou dat draadje zo erin doen. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Als ik... Juist. Kortsluiting, hè? Als ik dat draadje zou en beide zou stoppen, dan is kortsluiting, toch? Oké. Wat gebeurt er daarna? Juist. En wat gebeurt er daarna? Een? Donker. Goed zo. Ja, jullie zijn geslaagd. Ik zeg het je. Maar nou komt het. Jullie zijn een stopcontact. Dat draadje is storing. Een breker heet nu chakra. En dan volgt in plaats van het licht, volgt nu orgaan. Hebben jullie al door wat ik hiermee wil zeggen? Een storing van buitenaf, die stoort jullie energie, waardoor jullie sensor doorslaat en dan krijg je problemen lichamelijk. Het is natuurlijk de vraag welke sensor dan is doorgeslagen. Ja toch? Oké. Kijk, ik ga je kort iets vertellen. Voor de jongeren onder ons, van mijn leeftijd, hè, wil ik vertellen dat als wij vroeger in onze vriendenclub stonden en we zagen een of andere gek langslopen en we vroegen, boy, wat is met die man gebeurd? Oh, curfews wat jerge. Amal fuse brong. Ja toch? Dat hebben we vaker gezegd. Dus toen der tijd hebben we onbewust hebben we al gezegd dat alles te maken heeft met energie. Nou, we hadden toen niet door. Wij wisten het gevoelsmatig al dat de energie wel meer deed als dat we toen wisten. Oké, als nu je chakra is doorgeslagen door een storing. Dan gaat je chakra haperen. In India heeft men gezegd, we hebben 9 chakras. Toch? De vraag is natuurlijk, door die storing, welke van die chakras is nu doorgeslagen? Want als een breker doorslaat, is niet dat hele huis donker, maar een deel is donker. En dat is precies in ons lichaam. Een chakra is doorgeslagen door kortsluiting en dus een orgaan. En dan hebben we klachten. Dan hebben we pijnen. Ja? En dan gaan we naar de dokter. En die dokter gaat het onderzoeken. En zegt, ja, maar ik snap het niet. Er is niks aan de hand. Waarom niet? Omdat een dokter niet in staat is. De medische wetenschap is niet in staat de chakras te meten. Dat is het verschil. Ander voorbeeld. Hebben jullie een beetje verstand van auto's? Wie heeft een verstand van auto's? Ik alleen een DAF hoor, maar oké. Een beetje toch? Oké. Vroeger was het zo, dan ging je met je auto naar de garage, want je had een klacht. Dan gaan ze kijken en dan zeggen ze, wat rabo boe no boe. Oké.
vervang het maar. Hebben ze het vervangen en na 2 dagen hadden we weer problemen, dus gingen we weer terug. Daarna wat rapompo. Daarna dat weer. Oké, dan vervang het maar. Dus vroeger hadden we 1 klacht, maar wel ons hele motor al vervangen om te weten wat de klacht was. Zo was het vroeger. Tegenwoordig ga je naar de garage en ze gaan je auto scannen. En dan gaan ze zien dat het niet aan die atrapopo ligt, maar het ligt aan je sensor. Zo. En dat is nou precies wat in de medische wetenschap moet gebeuren. Ze moeten middels een scan kunnen achterhalen welke chakra is doorgeslagen. Oké, maar dat is zover zijn ze nog niet, maar ze willen het ook niet toegeven, maar dat is ook niet erg. Oké. Dit is dus het probleem. Maar nu, mogen jullie even voor me opschrijven. Ik schrijf het een beetje groot, zodat jullie het kunnen zien. Contra. Is het goed? Ja, is goed toch? Ja. Contra. Energie. Contra energie. Yes? Dan schrijf je daaronder de 1 op de 11. En dan schrijf je de 2 op de 22, de 3, 33, de 4, 44, enzovoorts, hè? Maar de rest gaan we niet krijgen hoor, maar oké, enzovoorts. En de 4 op de 9, of 22 op de 9. Oké. Duidelijk toch? Daarmee heb ik gezegd, met die contra-energie heb ik gezegd, dat als die storing een contra-energie is op jou, slaan die chakras door, krijg je klachten. Door contra-energie. Oké, als we nu een apparaat hebben gekocht van 110 volt, op 110 volt, ja? Dan gaan we naar huis, hebben we een mooi apparaat gekocht, en we sluiten hem aan op 220. Wat gebeurt er dan? Dan slaat hij door. Dus, dan hebben we zelf kortsluiting gemaakt. En dat kan ook met ons gebeuren. Niet met die apparaten, met onszelf. En dat ga ik je laten zien. Hebben jullie hier je perceelnummer ook meegenomen? Wie heeft zijn perceelnummer meegenomen? Ja, klopt. Perceelnummer en huisnummer kan natuurlijk verschillend zijn. Perceelnummer is op je perceelkaart en huisnummer op je huis. Oké, laat me het anders vragen. Jullie hebben de geboortedata allemaal genoteerd, toch? Van, ook van huismensen, toch? Vind je daarin terug een persoon 1 en een persoon 11? Huh? Nee, heb je een 1 en een 11? Heb je een 2 en een 22? Huh? Heb je een 2 en een 22 in huis? Oké, hoe is het met de gezondheid van die 22? Ze wordt heel snel ziek. Kijk, en dat is wat ik ook bedoel. Zij zegt, ja, ik heb in huis een 2 en een 22. Heb ik gezegd, hoe is het met de gezondheid van die 22 persoon? Ja, ze wordt heel snel ziek. Waarom? Omdat dit maakt kortsluiting op dat. Snap je? Dus de energie van de mensen onderling, dat maakt ook kortsluiting. Dat is wel belangrijk om te weten. Kijk, een 33. Wie is er 33? U was er één en... een vraagje. Wonen jullie toevallig op huis nummer 3? Niet? Perceel nummer 3? Nee? Oké. Hebben jullie iemand in huis die een 3 is? 3 en 33. 3 en 33, wie? En jullie wonen in 1 huis. Ja. Hoe vaak heb je ruzie met je kleindochter? Elke dag. Je ziet dat.
En dan moet zij vragen, maar Nani, maar je, iedere keer zeg je dat, maar wat is er dan? Want ik doe toch niks? Nee, doe er nooit koetsmakkerij. Nooit, man. Maar Nani is er een sapsana probleem. Toch? Zo maar je maar dat zien. Omdat haar energie werkt contra op jou. Dus als zij niet in huis is, dan voel jij je goed. Maar omgekeerd ook hoor. Als Nani nog dat zo meegeven, zij voelt zich helemaal in de sas. Ay, Nani nog dit. Is niet dat ze niet van Nani houdt, maar Nani heeft de hoge energie 220 en zij heeft 110 volt. Dat is true, Nakito. Zo, dat is het probleem. Dus, jij bent een 33, toch? Oké, ga je dadelijk uitleggen, want als je het goed wil houden, in huis, want je hebt ook lichaamspijn, hè? Als je het goed wil houden, dan moet je op je ring links een cijfer 5 dragen. Je hebt alleen een cijfer 5. Dus wacht eens even, dus je wist het al, dan laat je me zomaar praten. Ja, tante, vijf, links, andere kant van rechts. Ah, toch. Ja. Oké, maar dan is het gecompenseerd. Maar wanneer, hoe lang heb je je cijfer al? Oh, dat toen was er weer oorlog, dat we het weer gaan aandoen, dan was het weer rustig. Toch? Nee. Nee, toch? Wanneer ben jij geboren dan? 16 november. 16 november 2010 is 7, 8, 9, 10, 12 is een 3. Nee, je moet een cijfer 8 dragen. Zij moet een 8. Ja. Yes? Nee, hoe kom je aan een 4 dan? Nee! Jok niet van me, joh. Ik ben een 4. Ik ben een 4. Je mag niet van me jokken. Mooi zo. Ja. Mevrouw. Ik heb een cijfer 11 en een cijfer 10. In huis? Ja. Oké. Ze kunnen niet met, zonder elkaar. Dat niet. Ze trekken wel naar elkaar. Maar omdat ze bij elkaar zijn, gaat eentje dus lichaamsklachten hebben. Wie van ze? Team, hè? Het trekt wel naar... Kijk, we hebben geleerd op school, soort zoek soort. En wij zijn gaan invullen naar ras of naar geloof. Maar dat is niet waar. Soort zoek soort betekent de energieën trekken naar elkaar. Dus de 1 trekt naar de 11, want de 11 is 2 eentjes. Dus dat is goed. Maar het stoort elkaar. Qua energie. Qua energie. Dus als één van ze steeds weer zegt, ik weet het niet, maar misschien had meer... Weet je dat ze doen? Nou, als je dat merkt, dan weet je dat je één van die twee moet compenseren. Maar je hebt nog niet in de gaten dat, of ze hebben niet aangegeven dat. Wel, dus, nee, klopt. Omdat je zoon moet dan een cijfer dragen. Hoeveel is zijn datum opgeteld? Nee, opgeteld rond 11? Oh, niet op 29. Oké, en die andere, die, op hoeveel komt ze uit? Opgeteld is het? Juist, dan moet zij een cijfer 5 op een ring van haar graveren en links dragen. Ja, dat is wel lastig. Omdat je zoon rond 11 is. Dus dan zou je... Ja, je kan een cijfer 2. Want dat is eigenlijk een hulpmiddel. Een cijfer 2 dragen. Maar je moet tegen haar zeggen... Het gaat er niet omdat jij het gelooft. Maar je ziet dat het toch niet goed gaat. Dan moet je een cijfer dragen. Klaar. Zij. Dus op de ring. Hè, boven op de ring aan de linkerkant. Sorry, nog één keer.
U heeft 2 x 33 in huis. Oh, jij en je moeder. Heer DW40. Bas, je moet nooit een discussie aangaan. 2 x 33 in huis moet je nooit een discussie aangaan. Want die ene wil hoger dan die andere. Dus je moet gewoon zeggen, tja, ja, als ik die. Al denk je van, die zaptak aan het troep, maar gewoon zo laten. Dat is het beste. Discussie aangaan is vragen om grote problemen. Oké, mensen luister. Als jullie een 33, trouwens, mevrouw, even bij u terugkomen. Kijk, de mensenergie, 2 mensenergie is natuurlijk niet 220 volt en 330 volt. Begrijp je wat ik bedoel? De mensenergie valt mee, maar het geeft wel klachten. Dus dat is belangrijk om in de gaten te houden. Van, is er een van die 2 die klaagt over lichaamspijnen? Nou, als dat zo is, dan compenseer je eentje met een cijfer op een ring. Daar heb je het voorkomen. Snap je? Maar het leuke is, die 1 is dus wel eigenwijs en die 11 is zelfstandig. Maar ze werken samen. Ja, oké. En wie neemt de besluiten? Oké, kijk, als u zegt, ze hebben geen klachten, dan moet je het zo laten. Daar ben ik blij voor u. Begrijp je? Maar de energie van hun is wel contra op elkaar. Dus ja, waar het dan aan zou kunnen liggen dat er geen klachten zijn, I don't know. Maar ik ben wel natuurlijk wel blij voor u. Dat er klachten zijn. Oké, maar ze hebben geen aandoeningen, geen ademhalingsproblemen. Niet. Op welk adres woont u? Wat is uw huisnummer? 3. En perceelnummer, weet u dat? Nee. Niet, nee? Oké, nou ja. Kijk, ik ga u eerlijk zeggen. De 1 op de 11 is contra op elkaar. Maar het zijn mensenergieën. Dus het is niet zo dat het de ene depressief maakt. Dat niet. Maar lichaamspijnen kunnen wel. Als je dat zegt, ja, het is er wel, dan kan je compenseren. Yes? Tuurlijk. Ja, oké, goed zo. Juiste vraag. Dat wilde ik ook gaan vertellen nu. Dankjewel. Ja, je bent ook assistent geworden, hè? Even wachten. Die mevrouw heeft gezegd, waarom een cijfer? Kijk, als bijvoorbeeld, laten we zeggen in dit geval, iemand is een 22, woont op huis nummer 2. Toch? Dan zou dat betekenen dat je huis nummer 2 is een cijfer, dat veroorzaakt wel een contra-energie. Op die persoon, toch? Want het komt door je huisnummer. Je huisnummer veroorzaakt dus een contra-energie. Als je dat huisnummer weg zou halen, dan zou die persoon zich 10 keer beter voelen. Je huisnummer geeft aan welke energie op dat huis staat. Welke energie op dat huis staat. Want je energie komt van je planeet. Kijk, cijfers zijn de symbolen die de energieën reguleren. Ja? Dus de cijfers, die trekken energie van de planeten op je huis. Als nu je huis nummer 2 is en je hebt een 22 persoon in huis, dan kan ik je nu al zeggen, dat kan nooit goed gaan. Oké? Maar dan, in dit geval, wat er staat op je huis? Dan haal je dat huisnummer weg, dan zie je het verschil. Met andere woorden, de cijfers trekken energie en dat veroorzaakt het probleem. Dus, dat betekent dat je het met cijfers dus ook kan oplossen. Als je nu een cijfer op je ring graveert, je gelukscijfer natuurlijk, maar dat ga ik zo uitleggen hoe het moet. Dat wil zeggen, je hebt met een cijfer, heb je jezelf beschermd, waardoor die chakras niet kunnen haperen.
Ze kunnen niet gestoord worden. Begrijpt u dat? Dus stel, je energie, je cijfer die je hebt uitgerekend, je geboortedatum, hoeveel kom je uit trouwens? 33. Is uw perceel nummer 3? Huisnummer ook niet? 9. Oké, dat gaat. Maar stel, u bent een 33 en uw huisnummer zou 3 zijn. Dan kan je dat weghalen. Dat huisnummer kan je gewoon weghalen op de schutting. Niks aan de hand. Maar nu zou je perceel 3 zijn. Dat kan je niet weghalen. Dus, dan moet jij een cijfer 5 op een ring graveren. Want dan kom je eigenlijk 33 plus. Dus je hebt die 33, dat zou kortsluiting maken. Die ga je nu compenseren met je cijfer 5. Dan heb je een 33 plus. Niet 33 plus 5. Je bent een 33 plus. Maar is je gelukscijfer. Waarom? Omdat gelukscijfer is, als je 33 in principe zou optellen naar 6, dan is je gelukscijfer het verschil als je naar 11 gaat. Dus 6 naar 11, dat is 33 plus 5. 6 plus 5 is 11. Dan is 5 je gelukscijfer. Als je cijfer nu 8 is, dan is je gelukscijfer 8 plus 3 is 11, toch? Dus het verschil om naar 11 te gaan, dat is je gelukscijfer. Yes? 11 en 1. Dus de personen. 11 en 1. Kijk. Oh ja, de persoon is een 1, maar wat is zijn of haar datum opgeteld? 28. Juist, dan moet je 28 nu naar 29 kan je gaan, dan is cijfer 1. Maar je kan ook 28 naar 33. Dat is 5. Ik zou die 5 doen, 5 is beter. Ja, is een betere bescherming, want je gaat naar 33. Maar jij bent geen 28. Ik ben 28, ja. Dat waren met je. Nee, 33 is de eerstvolgende veelvoud van 11 na 28. Maar je kan ook zeggen, 28 is 10, dus je gaat naar 11. Dan kan je een 1 ook aandoen. Dus dat is dan. Nee, als je een dubbele cijferpersoon in huis hebt en je moet compenseren, dan moet je naar 11 toe. Yes? Bijvoorbeeld die 22, wat zou het dan worden? Stel, je hebt een 22 in huis. Wat is dan het gelukscijfer? Ja, precies. Ja. Is dat een tweeling? Nee. Oh. Het is eigenlijk geboren op 2 januari 1953. Dat is de dag waar ze geboren is. Maar mijn nana was een alcoholist. Nou, daar heb je wel genoten. Ja. Oké. Okay. Mijn nana was alcoholist. Ja. De dag toen hij bij CDW moest gaan om de geboortedatum van mijn moeder te schrijven. Wat staat op de paspoort? 13. Nou, welke hanteer je dan? 13. Dus je vader was koppig. Je vader was koppig, dat wil je zeggen. Je nani. Nee, ja, je nani. Mijn moeder is geboren op 2 januari 1953. Maar mijn nana was een alcoholist. Dus? Ik dacht toen hij haar geboren dat hij bij CGV moest gaan schrijven, was de 13 en hij gaat daar en hij zegt ook een arts geworden. Dus het staat op de paspoort 13. Ja, maar kijk, je kan zeggen bijvoorbeeld met vroeg geboorten bijvoorbeeld. Maar ja. Maar 2 januari 1993, wat staat er overal geschreven? 13 januari 1993.
kijk, ik wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Het gebeurt. En vooral vroeger. Omdat je geen EBS had natuurlijk. Hè? Het was donker. Daarom hebben ze ook veel kinderen natuurlijk. Maar... Oké, maar stel ze zijn drie. Lees ze nog. Oké, hoe vaak heb je ruzie met haar? Ja. Ik weet dat ik ben, maar thuis zijn we niet. Maar hoe vaak heb je ruzie met haar? Wel, dan moet je cijfer 5 dragen, hè. Wel, nou, dan weet je dan. Dat is zo, is dat zo lang heb je me uitgelegd. Je weer een cijfer 5 daar klaar, niet, hè? Je zit even aan het testen. Oké. Mensen luisteren. Die contra-energieën moet je niet onderschatten. En vooral niet als het van een perceel uitkomt of van een pand. Maar het voordeel is, als het je huisnummer is dat contra veroorzaakt, dan kan je dat huisnummer weghalen, want we hebben schutting, zet je daarop. Maar als het perceelnummer contra veroorzaakt, dan kan je dat niet veranderen. Dan moet je je eigen energie compenseren. Snap je? Dus als je op een ring nu je gelukcijfer draagt, dat wil zeggen, je hebt jouw energie gecompenseerd. Dus dat kan je perceel ook geen problemen geven. Dat is wel belangrijk om te weten. Nou kijk, die 4 en die 33, dat heb ik net gezegd. Die 4 is natuurlijk een emotioneel karakter. En dan moet je, maar dat, dan hebben we het over de karakters, maar jij bedoelt de energieën. Maar wat is je huisenergie? Huisnummer. Huh? 100. Maar kijk, wie is die 4 en die 33? Zijn het relatie? Man en vrouw? Kijk, jij bent 4 en je dochter is 33. En je huisnummer is 1. Wonen jullie met z'n tweeën? Oké, nu niet meer. Maar toen zij in huis woonden, hadden jullie veel spanning met elkaar. Zonder reden. Want iedere keer moest je vragen, maar kaap hij, doe dat kali hier, zeker hè, maar kaap hij. En jij weet het niet en zij ook niet. En waarom? Kun je mij dat zeggen? Wie kan mij nu zeggen, want dat is nu even een examenvraag. Die mevrouw zegt, zij is een 33, de dokter is een 4. Oh, zoiets. Oké, omgekeerd. Er is een 33 in huis, er is een 4 in huis. Haar huisnummer is 100 en ze hadden altijd spanning met elkaar. Maar ze wisten niet wat nou werkelijk de reden was van die spanning. Zij is ook 4. Dus je had 2 viertjes in huis en een 33. En, maar er was constant alleen maar gerommel in dat huis. Maar ook lichaamspijnen. Iedereen was moe in huis. Maar buiten niet. Ja. Maar nu een examenvraag voor jullie. Laat me zien als jullie nog een beetje konden volgen. Luister goed wat die mevrouw zegt. Die mevrouw zegt... Kan ik dit weghalen? Die mevrouw zegt... Eentje is een 33, andere was een 4 en er is nog een 4 in huis. Oké? Huisnummer 100. Ja? Ze hadden constant spanning in dat huis, onderling die 3, en niemand wist wat nou werkelijk de reden was. Ook lichaamspijnen. Ze waren altijd moe in huis. Maar buiten niet. Ik zeg het direct, buiten niet. Buiten waren jullie allemaal lief. Ja toch mevrouw? Maar binnen niet. Waarom niet? Als jullie het antwoord niet weten, dan ga ik niks meer vertellen vanavond. Jij moet je mond houden. Nee, wacht. Mensen, wie? Degene die het antwoord weet, moet een certificaat krijgen. Ja, hey, hallo. Kijk, je bent al bij mij geweest. Nee. Die meneer zegt,
Die 33 is een 6. Die maakt hier met die 4 een 10. En dan kan je huisnummer nooit 10 zijn. Dat zuigt de energie van jullie weg. Dus dan had je dat huisnummer moeten weghalen. Nee, maar scherp me. Mevrouw, is het uw zoon? Is het uw zoon? Je bent blij dan? Ik zie alleen maar lachen zo maar. Yes! Ja, scherp hoor, scherp, heel goed. Daarom heb ik het juist opgeschreven. Ik dacht, laat me zien wie het opvalt. Die 10, je huisnummer, als dat gelijk is met twee energieën in huis, bijvoorbeeld relatie-energie in huis, en je ziet dat er al, je komt thuis, je bent al moe, of je komt thuis, je bent al geïrriteerd, dan weet je dat iets in dat huis dus niet goed is. Altijd je huisnummer weghalen, altijd. Op de schutting. Ja, dat zeg ik. Dus perceelnummer kan je dan niet weghalen. Compenseren. Juist, precies. Ja. Dus die persoon moet zijn gelukscijfer dragen. Dan is zijn energie gecompenseerd. Dus als het perceelnummer is. Yes? Oké. Okay. Kijk. Weet je... Ja, maar kijk, je moet vooral belangrijk om te weten, thuis ben ik altijd moe. Ja, je bent soms duizelig. Ja, omdat, waarom? Je energie wordt weggezogen. Nou, en je bent een 1 opgeteld 28? Dan moet je een cijfer 5 dragen. Op je ring, linkerhand, cijfer 5. Dan zit je goed. Dan heb je energie gecompenseerd. Oh, die mevrouw zegt iets heel bijzonders. Hè? En dat eigenlijk wilde ik jullie net gaan vertellen. Kijk. Jullie hebben het vast wel gehoord. Pas geleden heeft er een meisje zelfmoord gepleegd. Dat heeft in de media gestaan. Dan wordt gezegd, dat komt door het pesten op school. Dat is gezegd. Maar via kreeg ik de gegevens. En wat blijkt nu? De huisnummer was 3. De perceelnummer was 1. Terwijl zij een 4 was. Zij is een 9. Dus... 3 en 1 is 4, dat heeft contra gewerkt op haar. Als je nu dat huisnummer had weggehaald, dan was het klaar. Maar omdat de mensen dat niet weten, dan zeggen ze, kom door het pesten. Snap je? Dus die depressie is eigenlijk al thuis. Als er ruzie is, gaan ze elkaar de schuld geven. Ik geef je een voorbeeld. Er zijn 2 partners, man en vrouw. Trouwens, willen jullie 10 minuutjes even pauzeren? Want ik heb soft gekocht, boy. Ja, die kan je krijgen, gewoon krijgen. 10 minuten, zullen we 10 minuten even soft drinken? Mensen, we zijn er allemaal terug. Huh? Waarom is hier zo leeg? Jullie zijn er. Oké, is goed, dan weet ik het. Achter in de bus zitten jullie, zijn bang dat je vragen gaat krijgen dan. Ja, maar dat deed ik ook op school hoor. Mensen luister. Ik heb eigenlijk, laat me jullie dit even nog laten zien. En dan ga ik jullie drie voorbeelden geven van 3 personen. De gegevens ga ik voor u noteren en gaan we het samen even uitpluizen. Maar dat is dan even voor een, weet je, om even te kijken hoe het loopt binnen een gezin. Yes? Oké, maar ik ga jullie even wat laten zien heel kort. En dat is dat er zijn... Er zijn 2 sporten
die eigenlijk de wereld verdelen. Of, hoe heet dat, bij elkaar brengen. In het ene deel van de wereld is het cricket. Dat weten jullie toch? India, Pakistan, zo, daar is cricket heel belangrijk. Cricket heb je in één team, hoeveel spelers? Juist. Dat is een deel van de wereld. Een ander deel heb je voetbal. Hoeveel spelers? Mooi. We hebben energie in de wereld. Hier in Suriname bijvoorbeeld kennen wij 110 volt. We kennen 220 volt. 330 volt. En 380 volt. Ja toch? Ja? Zijn er elektriciëns in de zaak toevallig? Niet toch? Oh, dan kan ik vertellen wat ik wil. Dus, sorry. Dat zijn de energieën die we hebben. Toch? En als we nou dit doen, dan heb je de energie in de wereld bepaalt eigenlijk al dat die 11, 22, 33 en dan weer 11, want 3 en 8 is weer 11, dat een heel belangrijke rol in de wereld speelt. Dus de 11 energie is heel belangrijk. En dat zie je ook in het sport, in de sporten ook terug, hè? Die 11 heeft een hoge positie. Dus de 11 is heel belangrijk in de wereld. Oké, dat is één. Nu ga ik u even, ik heb heel snel 3 gezinnen genoteerd. En dat is als voorbeeld. Dan gaan we lekker even stoeien met, even kijken. Ik schrijf bewust je geboortedata even op. Zodat ik het met jullie kan bespreken. Zo, en als je het optelt, dan krijg je hier een 8, en dan krijg je hier een 9, en dan een 2, en dan een 8, en een, even kijken, een 14 is 5, zo. En het huisnummer is 65, 11. Zo, wie kan mij nou vertellen wat het probleem hier in huis is? Trouwens, degene die van deze data, wie was het weer? Staat het huisnummer op het gebouw? Nee, oké, staat niet op het huis. Het is ook geen perceelnummer, toch? Nee. Oké. Ja, maar je schutting is niet direct verbonden aan het huis, toch? Ik bedoel door een carport of zo. Oh, is wel verbonden. Oh, je huis is verbonden aan je schutting. Ja, mijn assistent ziet dat. Daarom is het goed hoor. Hij let op. Oké. Wat is hier in dit huis het probleem? Wie kan mij vertellen? Gewoon, roep maar wat je ziet. Want, hè? Ja, heel goed. Die meneer zegt 8 en 2, 10, 9 en 2, 11, dat geeft al contra-energie. Dan heb je hier 8 en 2, 10, en hier 9, sorry. Omdat, ja, maar hier is al die 11, dus deze 2, die hebben het al zwaar te verduren, hier. 8 en 2, 8 en 2, zie je? Maar nu heb je 8 en 5, 13 is 4.
En dat gaat weer op die 9 werken. Dus, de vraag is nu, wie van deze 3 mensen heeft lage rugpijn? Mag ik dat aan u vragen? Deze of deze heeft lage rugpijn? Die tweede. Die tweede, deze. Deze. Ja, maar ook lage rugpijn, toch? Ja, klopt. Deze nog? Oké. Omdat deze vormt een 10 hier, terwijl hier is een 11. Maar deze vormt ook weer een contra-energie op die 9. Snap je? Maar, maar ik zie het, die 11. Deze 11 speelt een rol. Deze, omdat 8 en 2 maakt 10, dus deze energie, dat veroorzaakt die ellende. Dat is zwaar. Dus, dan moet je voorzichtig zijn, want zij kan dus nu eigenlijk depressief gaan raken. Want het is een zware energie, die 65 is 11, die werkt op haar. Ja, maar hoe snel kan je dat huisnummer dan weghalen? Ik woon in een huis. Ja, maakt me niet uit. Dan zeg je aan die verhuurder van luister, dat nummer heeft Obia erin of zo, weet ik veel. Je verzint maar wat. Maar het huisnummer moet weg. Kunnen wij niet vragen? Ja, maar kijk, waarom zou je nu, omdat dit rechtstreeks werkt op haar en op deze ook, slaapt deze wel goed, die van 2017? Wel, die slaapt onder spanning, hè? Ja, dus het werkt, dit werkt op deze 2. Maar wie is dat? Dat ben u. Mag ik u wat vragen? Ik laat het even zien, hè. Mag ik u wat vragen? Kunt u mijn cijfer noemen tussen 1 en 9? En? Je mag niet afkijken. Een 8, nou? Is goed, een 8 is goed. Noem een dag in de week. Een dag. Ik rust toch? Maandag toch? Oké. Hoeveelste dag is maandag van de week? Wel, zij zegt 8 en 2 is 10. Wel, dat is het probleem toch? Ziet u, u zelf, uit uw gevoel heeft u mij gezegd wat het probleem is. Ja, dit is een groot probleem. Op deze 2. En op deze 2 ook nog. Snap je? Mevrouw, is het mogelijk om u wat te vragen? Ja, ik begrijp, er zitten mensen erbij. Het hoeft niet hoor, maar weet je wat, laat me het anders doen. Het is goed om bij uzelf even na te gaan als u zich niet depressief voelt. Haalt u dat nummer snel weg, mevrouw, alsjeblieft. En weet je, laat die verhuurder, zeg aan die verhuurder, luister nou. Zijn die jongens op straat hebben het weggehaald? Begin het weg te halen. Maar stel, dat het nou, dat uw perceel dan 11 is, 65, wat dan? Weet je wat, we gaan het anders doen. Ik zou, koste wat kost, het nummer weghalen. Ik zou het weghalen, oké? Maar, deze, die 2 achter, zo snel als mogelijk, een cijfer 3 op een ring graveren. Ja? Wat u ook kan doen, als u vanavond naar huis gaat, dan, deze is van 2019, dus dat kan. Maar dat kind slaapt al natuurlijk. Oké, morgenochtend gaat u heel snel, koopt u Mahindi. Mahindi ken je toch, om te tekenen? Ja. Mooi. Dan gaat u een cijfer 3 op, is dat een jongen of meisje? Op haar linkerpols schrijf je een cijfer 3. Het moet zo staan, zo. Dus
Als jij er naar kijkt, dan zie jij een 3. En dat moet u bij uzelf ook doen. Ja, maar het blijft 4 dagen, toch? Dan kan je in die 4 dagen controleren als je vooruitgang ziet, toch? En desnoods, na die 4 dagen, schrijf het nog een keer. In die tussentijd laat je die ringen maken. Natuurlijk, als OE, als het niet mocht, toch? Ja, met pen voorlopig, absoluut. Nee, maakt niet uit. Donker, donkere kleur. Ja. Zou kunnen. Dus je kan het met een pen doen, maar dan moet je het voorlopig, als je het met pen blijft doen, dan wel elke dag doen. Want dan zijn ze beschermd. Yes? Tuurlijk. Je bent de 4, dus vraag maar. Tuurlijk. Heel goed. En nou, die mevrouw zegt het al. Ik zou het al zeggen, maar het is typisch een 4, want ze voelen dingen aan. En? Ik zou dat nooit zeggen. Een 4 die het toegeeft. Ik zou het niet doen, echt niet. Maar, net wat die mevrouw vraagt, mag het een tattoo zijn. Er zijn al heel veel mensen die een tattoo doen. Maar wel links. Het mag op je vinger zelf, want het moet naar buiten wijzen. Hè? Dus als je je cijfer hebt, zo houden, dan. Ja, klopt. Yes. Het mag aan een ketting, tuurlijk, dat mag. Maar je mag je ketting dan niet uitdoen, toch? Ja, meestal is een ring blijven ze aanhouden, maar een ketting niet echt. Ja, dat kan ik me voorstellen als je zegt, ik doe het aan een ketting, maar ik hou het aan. Tuurlijk, dat mag. Yes? Tuurlijk. Nee, dat is, nee, dat is helemaal niet wat u zegt, want een cijfer bent u altijd beschermd. Dus waar u ook gaat wonen, geen enkele energie kan u meer storen. Dus daarvoor is het, daarom is het juist goed. Yes? Oké, okay. Ja. Natuurlijk toch. Ja, huisnummer, wat is het huisnummer? 65. In Nederland doen ze dat wel, maar ik weet niet of je het hier kan doen, want hier hebben we luxe, we hebben een schutting. Alleen in haar geval is de schutting dus verbonden aan dat huis. Ja. Nee hoor, nee. Het is goed juist in de letters te plaatsen, want letters trekken geen energie. Ik heb, tenminste mijn ervaring met Romeinse cijfers is dat het niet werkt. Dus, daarom zeg ik aan de mensen, schrijf zoals we het geleerd hebben. 3. Kijk, een voorbeeld bijvoorbeeld. Hè. Ik ga je zeggen, ik was vroeger werd ik heel erg boos en teleurgesteld als ik een cijfer 2 voor mijn repetities kreeg. Maar nu weet ik, is mijn gelukscijfer. Hey, oh sorry, mag niet zeggen. Dat mag ik niet zeggen. Ja, hey, grapje hoor. Ja. Nee, ik meen het is echt een grap. Ik kreeg echt geen 2, een 3 wel, maar 2 niet. Nee? Oké. Ja, hebben we dat begrepen? Duidelijk toch? Oh, wacht even hoor. Was het deze? Nee, hè? Ja, deze wil ik laten zien. Mensen, als u... Oh, mevrouw. Ik heb een vraag aan u. Als ik zeg, maar u zegt, u corrigeert mij hoor. Als ik zeg dat u niet wist dat u in de verwachting was van deze. Wat zegt u dan? Was niet gepland, u had het niet verwacht. Plotseling merkte u dat. Even spieken hoor. Maar... Maar deze? Oké, deze nog. Kijk, wie, dit is uw man toch? Oké.
Jouw karakter, haar mijn God. Hoe houdt u het van? Nee, grapje hoor, nee, grap. Hij is er niet bij, toch? Hij wacht niet voor de deur, dadelijk. Dan kan ik rustig naar huis. Maar ik zeg aan die man, hij moet niet zoveel klagen, jongen. Die man, je wordt toch moe, hè? Je hebt van die mannen, hè? Maar, weet je, als hij begint te klagen, moet je zeggen, ja, is goed. Ja, is goed, is goed. Je hebt gelijk. Want dan gaat hij merken, van je neemt hem niet meer serieus. En dan gaat hij minder klagen. Ik zeg het je, maar ik zeg niet dat ik heb gezegd. Nee. Maar mevrouw, deze kan niet zonder die vader. Als die vader, deze is 6 jaar. Als die vader een beetje te lang weg blijft, zodra die vader thuis komt, dan zie je dat hij leeft weer. Heeft u dat nooit gemerkt? En die vader kan ook niet zonder. Je ziet niet dat er een hechte band is tussen die twee. Misschien hoor, vanwege die storing. Hè? Omdat die storing werkt op die twee. En dat komt door die 9. Dus daarom lijkt het niet zo. Maar deze is een jongen toch? Hij was de zoon van hem in zijn vorig leven. En waarom? Nou, sterker nog, is het derde leven dat ze bij elkaar zijn. Derde leven dat deze twee bij elkaar zijn. Dus ze gaan elkaar nooit loslaten. Nooit. Kijk, als ik zijn datum optel, kom ik op 9. Diagonaal begint deze dus met 9. Dit is relatie vorig leven. Ja? Deze begint met 2. Diagonaal is deze weer een 2. Dit is weer een leven hiervoor. Dus 2 leven, dat is derde leven dat deze twee bij elkaar zijn hoor. Is een bijzondere zegen wat u in huis heeft. U zal merken, deze gaat een hele hoge positie krijgen in de politiek. Die gaat misschien wel de president worden ofzo. Dus, maar ik hoop dat er al licht in de tunnel is, want dan is het makkelijker toch? Dus, dit is een relatie vorig leven, 9, een relatie in een leven daarvoor, die diagonale connectie hier. Dat is wel bijzonder hoor. Oké, nu even een ander voorbeeldje. Is dat duidelijk mevrouw? Ja? Nee hoor, kijk. Deze en deze beginnen met 19. Dat betekent dat ze ergens in het vorige leven wel contact met elkaar hebben gehad. Maar niet familie. Maar ze hebben wel contact gehad. Dus het kan allerlei manieren zijn.